Een vloot van 13 historische reddingboten is dit weekend te vinden in de binnenhaven van Lemmer. De eigenaren ervan, particulieren, stichtingen en musea houden in Lemmer hun jaarvergadering. Het grootste deel is particulier bezit en een aantal die zitten dus in musea's. Ik noem even het Reddingmuseum in Den Helder, het Maritiem Museum in Rotterdam. De vloot voer vrijdagmiddag door de sluis met als laatste de gerestaureerde Insulinde, die tussen 1927 en 1965 Oostmahorn als thuishaven had. Insulinde werd met luid getoeter begroet. Het onderhoud van een voormalige reddingboot is geen sinecure. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de Insulinde, die de afgelopen 3 jaar heeft die op de helling gelegen en er wordt er veel gesponsord, maar dan praat je toch over tientallen duizenden euro's. Ik heb het idee dat er met name in Friesland heel veel reddingboten hebben gevaren, klopt dat? Nou, dat klopt inderdaad, want het is de meeste leden van ons die zitten ook in Friesland. Met name ook de Waddeneilanden, die hebben veel oude reddingboten die in hun bezit. Nou kan ik me zo voorstellen dat er heel veel mensen nog nooit aan boord van een reddingboot zijn geweest. Kan dat ook? Dit is een ideale gelegenheid om alle schepen dus na de middag te komen bekijken. De meeste schepen die hier liggen hebben dus de namen van de schenksters of schenkers. Een leuk detail is bijvoorbeeld de Arthur, dat was vroeger, heette die Mijn Arthur origineel. En Mijn Arthur, dat was het hondje van de schenkster. Maar de bemanning daar in Scheveningen vond het toch wel wat vreemd. Dat Mijn hebben ze gauw weggelaten.